Leuk. Breda Nu. Je weet het meteen. In Bavel kunnen kinderen genieten van een splinternieuwe speeltuin. Deze werd feestelijk geopend door wethouder Marianne de Bie. Nou, we staan hier bij de feestelijke opening van speeltuin De Bunderij. En dus ter gelegenheid dus van de opening is de wethouder hier aanwezig. Kinderen van de Spindel en de Tourmalijn. Omdat we hier samen dit project hebben vernieuwd. Ik vind het echt heel belangrijk dat kinderen buiten spelen. Kinderen, als ze buiten spelen, dan spelen ze samen. Dan leren ze van elkaar heel veel leuke dingen. Dat is hartstikke goed in je jeugd als je buiten kunt spelen. Dus dan moeten gewoon ook echt fijne speelgelegenheden zijn. Er zijn heel veel kinderen in Bavel, dus moeten er ook gewoon goede speelplekken zijn voor kinderen. Nou, ik denk een jaar geleden stond er een toestel wat eigenlijk gewoon op was. En het viel uit elkaar. Dus toen hebben wij eigenlijk de gemeente gebeld en gevraagd van kom eens met ons praten over de inrichting van een nieuwe speeltuin. En dat hebben ze gedaan. En eigenlijk is er een buurtinitiatief gekomen met de omwonenden, inspraakavond geregeld om te kijken, om dit mooie plan samen te stellen. En heeft wel even wat tijd en energie gekost, want de wethouder of gemeente Breda heeft natuurlijk heel veel speeltuinen. En daar moet natuurlijk wel voor iedere speeltuin onderhoud in hebben en budget. En zoals je ziet, het is vooral geënt op natuurlijk spelen en daar zijn we enorm blij op. Toen ik eigenlijk twee dingen vond ik heel erg leuk. Ik vond het heel mooi om het enthousiasme te horen toen ik zei dat er ook nog een kabelbaan bij komt. Dat zijn hartstikke blij. En de tweede is toen ik zei van en nou spelen. Toen stormden ze allemaal op alle spullen af en we zijn ze inderdaad lekker aan het spelen. Dat is het mooiste om te zien. Breda Nu. Je weet het meteen.